1109 kerstbomen. Hij gaat er langzaam mee stoppen, maar de stem gaat ook zo wel. 1109 kerstbomen verzameld. En dat zijn er 200 meer dan vorig jaar. En dus daar zijn we ontzettend blij mee dat jullie met elkaar meer kerstbomen hebben weten te verzamelen. En wat hebben we daar nou mee gedaan? Die hebben wij naar een recyclingsbedrijf gebracht, verderop in de Papenweg. Net richting Voorschoten. En als het goed is, wordt daar compost of biomassa van gemaakt. En dat betekent dus dat ze weer teruggaan naar de natuur of dat we er energie van hebben kunnen maken. En dat lijkt me een hele goede manier om uiteindelijk om te gaan met de kerstbomen. Dus namens de gemeente alvast dank voor het feit dat jullie met elkaar weer meer kerstbomen hebben opgehaald. Laat dat een stimulans zijn voor volgend jaar, want dan zou ik zeggen, dan gaan we er overheen. Maar het spannende moment is natuurlijk de verloting. En Dave Boertmeister wordt ondersteund door Marcel Solleveld, allebei betrokken medewerkers van de gemeente Wassenaar. En Dave Boertmeister weet als geen ander, want die heeft dit al vaker gedaan, hoe de hele verloting gaat lopen. Dus Dave, ik wil graag aan jou verder het woord geven, zodat de loten ingeleverd kunnen gaan worden en zodat we naar de trekking gaan. Onze meisjes, om voor de eerlijke, want ja, het is toch de fiets. Laten we eerlijk zijn. En ik, iedereen moet daar gelijk een recht op hebben. En omdat we alle loodjes gaan trekken. Maar de eerste loodje, dat is de hoofdprijs. Die gaat getrokken worden door wethouders. Die steekt hij in zijn zak. Dus niemand weet nog wie de fiets heeft. Nou, dus dat moet even. Eens kijken of ik een gelukkige hand heb. Ja. Oké. Okay. Dan gaan we nu beginnen met de prijzen. Van 5 euro. Op woensdagmiddag 22 januari werden de winnende lotnummers van de kerstbomeninzameling in Raadhuis de Pauw bekendgemaakt. Wethouder Leendert de Lange van Omgevingsbeheer had de eer om de prijzen te overhandigen aan de gelukkige winnaars. Iedereen die op Raadhuis de Pauw aanwezig was, heeft een prijs gewonnen. Met de kerstbomenloterij willen we kinderen stimuleren om hun bijdrage te leveren aan een schoon en opgeruimd Wassenaar. Ik vind dat een applausje waard. Ja. Hoeveel? 170. Dames en heren, deze jongen heeft 170 gehaald. En die kon ook nu binnen, ja zeker. En dat is 14 wit. Wie heeft 14 wit? Dat ben jij. Nou, gefeliciteerd. De eerste prijs, een fiets, ging dit jaar naar de 11-jarige Rico Hoogweg.